Dagelijkse woorden van God. Jullie zouden nu allemaal moeten begrijpen wat geloven in God echt betekent. De betekenis van geloof in God, waarover ik eerder heb gesproken, heeft te maken met jullie positieve intrede. Daarover ga ik het vandaag niet hebben. Vandaag wil ik de essentie van jullie geloof in God analyseren. Dit betekent vanzelfsprekend dat ik jullie vanuit het negatieve aspect leid. Als ik dat niet doe, zullen jullie nooit je ware gezicht kennen en zullen jullie altijd maar blijven opscheppen over hoe vroom en trouw jullie wel niet zijn. Met andere woorden, als ik de lelijkheid die diep in jullie harten schuilt niet aan het licht breng, zullen jullie een kroon opzetten en alle glorie aan jezelf toekennen. Jullie hooghartige en arrogante aard zet jullie ertoe aan jullie eigen geweten te verraden, in opstand te komen tegen Christus en hem te weerstaan, en jullie lelijkheid te laten zien en zo jullie bedoelingen, opvattingen, buitensporige verlangens en ogen vol hebzucht bloot te leggen. En toch blijven jullie beweren dat jullie je leven zullen wijden aan het werk van Christus. En steeds opnieuw herhalen jullie de waarheden die Christus lang geleden gesproken heeft. Dit is jullie geloof. Dit is jullie geloof zonder onzuiverheid. Ik heb de mens altijd al aan een heel strenge norm gehouden. Als aan jouw loyaliteit achterliggende bedoelingen en voorwaarden verbonden zijn, heb ik je zogenaamde loyaliteit liever niet. Want ik verafschuw mensen die mij met hun bedoelingen misleiden en mij met voorwaarden dwingen. Ik wil alleen dat de mens aan niemand anders dan aan mij loyaal is. En dat hij alles doet omwille en ter bewijs van dat ene woord, geloof. Ik veracht de mooie woorden die jullie gebruiken om mij te verheugen. Ik behandel jullie immers met volkomen oprechtheid en dus wil ik dat jullie mij op jullie beurt waar geloof betonen. Wat geloof betreft denken veel mensen misschien dat ze God volgen omdat ze geloof hebben. Anders zouden ze zulk lijden niet verdragen. Laat me je dan dit vragen. Hoe komt het dat je God nooit vereert, ook al geloof je in zijn bestaan? Hoe komt het dat je de vrezen Gods niet in je hart hebt als je in zijn bestaan gelooft? Je erkent dat Christus de incarnatie van God is. Dus waarom behandel je hem dan met zoveel minachting en gebrek aan eerbied? Waarom oordeel je openlijk over hem? Waarom houd je alles wat hij doet altijd in de gaten? Waarom onderwerp je je niet aan zijn ordeningen? Waarom handel je niet in overeenstemming met zijn woord? Waarom pers je hem af en beroof je hem van zijn offergave? Waarom spreek je namens Christus? Waarom beoordeel jij of zijn werk en zijn woord correct zijn? Waarom durf je hem achter zijn rug te belasteren? Is dit, en er zijn nog meer voorbeelden, wat jullie geloof inhoudt? Alles wat jullie zeggen en doen maakt de elementen van ongeloof in Christus zichtbaar, die jullie in je meedragen. Jullie beweegredenen en doelen voor wat jullie doen, zijn doordrenkt van ongeloof. Zelfs de blik in jullie ogen en de adem die jullie uitademen zijn besmet met dergelijke elementen. Met andere woorden, elk van jullie draagt elementen van ongeloof met zich mee elke minuut van de dag. Dit betekent dat jullie elk moment het gevaar lopen Christus te verraden. Want het bloed dat door jullie aderen stroomt, is vervuld met het ongeloof in de vlees geworden God. Daarom zeg ik dat jullie op de weg van het geloof in God dan ook geen voetafdrukken van betekenis achterlaten. Jullie reis langs de weg van het geloof in God heeft geen stevig fundament en in plaats daarvan geloven jullie in de automatische piloot. Jullie zijn altijd sceptisch over het woord van Christus en kunnen het niet meteen in praktijk brengen. Dat is de reden waarom jullie geen geloof in Christus hebben. Een andere reden dat jullie niet in Christus geloven is dat jullie altijd opvattingen over hem hebben.
Steeds weer zijn jullie sceptisch over het werk van Christus. Steeds weer is het woord van Christus tot dovemansoren gericht. Wat Christus ook doet, steeds weer hebben jullie er een mening over, zonder het echt te kunnen begrijpen. Steeds weer vinden jullie het moeilijk jullie eigen opvattingen opzij te zetten, ongeacht de uitleg die jullie krijgen, en ga zo maar door. Dit zijn allemaal elementen van ongeloof die zich in jullie harten vermengd hebben. Hoewel jullie het werk van Christus volgen en nooit achterblijven, is er toch te veel rebellie in jullie hart. Deze rebellie is een onzuiverheid in jullie geloof in God. Misschien zijn jullie het er niet mee eens, maar als je daarin niet je eigen achterliggende bedoelingen herkent, zul je zeker omkomen. Want God vervolmaakt alleen diegenen die echt in Hem geloven, niet diegenen die sceptisch tegenover Hem staan, en al helemaal niet diegenen die Hem volgen, ook al hebben ze nooit geloofd dat Hij God is.